In deze video ga ik praten over de kleinere portalen, want daar blijkt nu een einde aan te komen. En dan ga ik ook praten over de lama's die we real life kunnen vinden in Europa. Leuk dat je kijkt, dit is weer een korte update video over Fortnite. Eerst wil ik het gaan hebben over de kleinere portalen die we in Fortnite kunnen vinden. Nadat de Visitor naar een andere tijd vloog, zijn er ook kleinere portalen ontstaan in de Fortnite map. Uiteindelijk namen 5 kleinere portalen 5 voorwerpen mee. Nu zijn er dus ook portalen die ons wat teruggeven uit het verleden. We kunnen een anker van een vikingschip vinden bij de grootste berg van Fortnite, een koets vlakbij Mosley Mire en nu ook een skelet in Mosley Mire. Of die plekken nu een betekenis gaan hebben, dat weet ik niet. Het zou wel kunnen dat de plekken waar dus portalen zijn gekomen, dat die worden getroffen door het verleden. Dus dat we dus Mosley Mire gaan tijdreizen, de grote berg gaan tijdreizen en gaan ze maar door. In ieder geval is de laatste breuk die we dus kunnen vinden in Mosley Mire, die is 9 juli ontdekt en dat is dus de laatste breuken die we kunnen vinden. Nu is er dus een dino-skelet uit het portaal gekomen en die ligt nu in Mosley Mire. En dat zag er zo uit. We dachten al dat het thema van Season 5 een beetje over geschiedenis zou gaan. En door de voorwerpen die we dus hebben gekregen, dus het anker, de koets, het skelet, gaat het dus over geschiedenis. Wat we nu vooral moeten doen is de kleine portalen met rust laten. Dat blijft zo. Er zijn nu spullen meegenomen en er zijn de spullen teruggekomen. We moeten nu vooral naar boven kijken, naar de grote scheur. Want daar komt de grootste verandering van in Season 5. En voordat ik verder ga met deze video, vergeet ook zeker niet even mijn Instagram te checken. Waarom vertel ik dit nu weer? Ik ben 300 volgers gestegen. Dus vergeet me zeker niet op Instagram te volgen. Ik ken nog geen uploadschema, dus het is super handig om mij erop te volgen. Pellen, YouTube, lage streepje aan elkaar. Ook moeten we goed op Twitter letten. In seizoen 3 zagen we al dat ze teasers gingen uitbrengen naar seizoen 4 over de superhelden. Dit zijn ze nu ook aan het doen over seizoen 5. Dus hou Fortnite Twitter goed in de gaten. De eerste teaser tweet die zag er zo uit. En het was een masker van een kat of een vos. Ik zelf denk dat het een kattenmasker is uit Egypte, omdat daar katten werden gezien als goden. Anderen dachten dat het een masker was van een sphinx. Dat is een haarloze kat. Die ziet er zo uit. Zou ook kunnen, want die heeft grote oren en heeft een smal hoofdje. Maar te veel gevraagd en andere Engelse YouTubers hadden ook een hele interessante theorie over dit masker. Zij vonden dit masker lijken op een kitsune masker. Ik laat even wat foto's zien hoe die eruit ziet. En qua kleuren ben ik het daar ook best wel mee eens. Het rode komt echt perfect terug in het kitsune-masker. Kitsune is een Japans woord voor vos. Dus misschien zien we geen kat in de teaser van Fortnite. Maar is het een vossenmasker? In de Japanse geschiedenisverhalen komen deze vossen voor als intelligente en magische wezens. En als ze ouder en wijzer worden, krijgen ze dus ook meer magische krachten. Bedenk daar even het levelsysteem aan dat we hadden bij Carbide en Omega. Dus hoe meer je levelt, dus hoe wijzer je wordt, past het pak zich ook aan. En dit zou bij dat Kitsune masker ook heel goed kunnen. Ik had ook nog opgezocht dat Kitsune staat niet voor goed of slecht. Een vos kan dus slecht zijn of goed zijn. Wat we dus ook hadden met Carbide en Omega. Carbide was goed en Omega was slecht. Dus misschien krijgen we daardoor ook gewoon 2 soorten skins. Een goede skin en een slechte skin van Kitsune. Zelf blijf ik bij mijn theorie dat het geen Kitsune masker is, maar een masker uit Egypte. In Egypte hadden ze ook kattenmaskers, zagen ze er wel anders uit. Ze waren vooral zwart met goud. Maar dat gouden komt sowieso terug in de Fortnite teaser. Dus misschien hebben ze de kleuren een beetje gemixt. En is het toch wel een Egyptisch masker. Ik vind sowieso het Egyptisch thema zoveel leuker dan Kitsune, de knuffelvos. Ik wil liever een Egyptisch thema dan knuffelvosjes in Fortnite. Dan gaan we door naar Fortnite Real Life. Fortnite is bezig met een ontzettend leuk project. En ik hoor daar veel goede verhalen over. Ook praat ik met jullie in Discord. Jullie zijn redelijk enthousiast over de Fortnite Real Life waar ze mee bezig zijn. In een eerdere video had ik het over dat ze bezig waren in California. Ze hebben dus nu in California de Dur Burger gemaakt. Ook kan je daar winkelwagensporen vinden, agentenauto's, ga ze maar door. Ze zijn dus Fortnite in real life aan het halen. Wil je daarover wat meer informatie weten, ga dan naar mijn vorige video. En daar heb ik ook een linkje staan van Fortnite Insider, een super chille website waar je dit allemaal kan teruglezen. Maar nu heeft Fortnite toch iets leuks bedacht, want ze blijven dus niet op één plek. En vorig jaar kan je dus dingen vinden, maar nu zijn ze lama's aan het plaatsen in Europa. Bijvoorbeeld in Engeland kunnen we nu een lama vinden in een telefooncel. In Spanje staat een lama op een balkon. Ook staat er een lama in Duitsland en deze hebben ze echt persoonlijk gewoon supergoed gedaan. Ze hebben dus een lama naast een vendingmachine gezet. Superleuk. In Polen staat een lama in het grote shopgedeelte van Warschau. En in Frankrijk kunnen we een lama vinden die naar de zonsondergang kijkt in Cannes.
Natuurlijk zijn er meer lama's in Europa. Ik heb alleen even deze foto's eruit gepakt, omdat ik deze het leukst vond. Uiteindelijk worden deze lama's wel gevonden. Ik denk dat er veel meer lama's zijn. Ze worden zelfs ook momenteel gestolen, maar die komen vanzelf wel weer terug. Want wie wil er nou niet zo'n leuke lama naast je bank als je Fortnite aan het spelen bent? En dan het laatste dingetje van Fortnite Real Life, en dit is ontzettend interessant. We kregen van een agent een kaartje met een telefoonnummer. Als we het telefoonnummer belden, kregen we dit te horen. Uiteindelijk heeft weer iemand dit in een programma gezet wat audiogolven vertaalt naar beeld. En uiteindelijk kreeg hij deze coördinaten. Uiteindelijk kregen zij dus deze cijfers en dit zijn dus coördinaten. Ze hebben dit uiteindelijk in Google Maps gezet en daar kwamen ze uit op deze locatie. In ieder geval wat ze hebben gezien was een gebouw met Franse letters waarop stond Historisch en Juridisch Onderzoekscentrum. Dit is best wel interessant wat er dus gaat komen in Fortnite Real Life. Er zijn nog geen meldingen dat mensen dus deze plek hebben gezocht. Dus misschien komt er nog meer informatie over deze locatie. Ik heb ook even gewacht op de tweet van Fortnite. Het is nu 1 over 4 en om 4 twitteren ze altijd een teaser. Deze keer is dat Worlds Collide Tomorrow. Ik had eigenlijk gehoopt op een voorwerp zoals een masker wat we hadden, een vikingsbel, een ridderzwaard of een kanonnetje. In ieder geval dus de nieuwe tweet van Fortnite Worlds Collide. Kan jij daar wat leuks mee? Laat het zeker achter in de reacties wat dit precies betekent. Eén ding moeten we ook niet vergeten, jongens. We denken aan Egypte en wat er gaat komen. En we kijken naar de kleinere portalen en de grotere portalen. Maar we moeten de Visitor niet vergeten. De Visitor is dit allemaal gestart, is met zijn raket door zijn van tijdscheur naar zijn eigen tijd gegaan. Maar wat dan wel is, dan heeft de Visitor misschien wel ook last van deze portalen. Dus ik denk dat de Visitor terug gaat komen in Season 5. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet even te liken en te subscriben. En vergeet zeker niet op dat bellenbelletje te klikken. Dan ben jij op de hoogte van de nieuwste video's. En dan zie ik jou in een nieuwe video.